over de man die hier geboren is. Vertel Elke over Gerard. Het was februari toen dat de familie de Kremer met heel veel hebben en houden het gaan wild vertrok. Heel veel hebben en houden, dat was in een tijd, was dat een klein beetje meubelen, poortklieren en 6 kleine mannen. Het was de gevaarlijke tocht, want ze moesten door een gebied dat in die tijd als een van de gevaarlijkste uit ons gewesten werd beschouwd. Gaan we moeten weten, dat ligt niet ver over de Duitse grens, gelijk als we dat kennen, dus ze moesten niet. Alles in iedereen elkaar op, dan de grens over, we zijn vertrokken. He. Dan die grens over, komt in Nederland, dan de grens over met België. In België pakte de E314 richting Aspel. En als de E318 richting Antwerpen, door de E17, door Burg, door linksaf, overkruip ik, door Boslingen, zijn die beroemd. Dat had ik gepaast. Die lagen er nog niet in 314 en in 313. Niet, daar lag je nog niet erbij. Emerantia. Dat is de moeder, Emmerans voor de vrienden. Emmerans, die was ook zwanger. Die zou zeker bevallen hebben op de Boudewijn-Stelberg, die er toen nog niet was. Want Antwerpen, dat was in een tijd, wow, dat was taartsparadijs, de place to be, zullen we maar zeggen. He. En de regionen rond Antwerpen, die profiteerden er ook van. En dat trok heel veel economische vluchtelingen om. Misschien heeft er niet bij gedacht. Onze Gijsbrecht is misschien wel een ideale connectie voor mijn schamel inkomen, want die had het net niet breed, voor dat een beetje op te trekken. Misschien was dat zo. De Nubert, dat was de schoenmaker. De schoenmakers in een tijd, dat verdiende niet veel. Nou, de schoenen in een tijd, dat stelde niet veel vuur. Dat was een oude plankje mee, een tweede keus, leren lapken over. Meer was dat niet. Daarmee dat er ook veel mensen in een tijd net verstelde schoenen moeten. Niet omdat ze doorgaan onder een bol hadden, maar van die splijters in die plankjes natuurlijk. Ja, maar toch blijft de vraag waarom dat de hoogzwanger in Emmerans die toch niet ondernomen. Je hebt er nu bij gezien van, kom, we zijn weg en je hebt niets te passen. Dat kan ook natuurlijk heen. Maar ja, we zijn hier eigenlijk niet om over zijn bij te klappen of over zijn vrouw. We zeggen en schrijven 5 maart 1512. Midden in de nacht. Plots hoorde men een kreet. Hubert! Dat was in Franse. Hubert! Mijn water is gebroken! De Hubert was natuurlijk niet erg onder de indruk. En iedereen had dat ook al 6 keer meegemaakt. En hij ziet, allee, waar de water zit, van 6 uur maandes, was te vaar. En die direct curieus. Is die jongen? Is de masker? En op je trekt hij, op je trekt hij, trekt op zijn moeder, trekt op zijn vader, op je trekt hij, op je trekt hij. En dan kwam de voetrapper en die zei, trekt dat niks? Ja, hij moet niet zo'n schone baby geweest zijn. Als je zijn standbeeld ziet, je zou paard dat hij met een bord geboren is. Hè.